Gewoon weg. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en vandaag mensen zit ik in de auto weer ergens naartoe. Maar gelukkig hoef ik dit keer niet ver te rijden. Dit keer hoef ik gewoon een paar meter van mijn huis te gaan. De broer van Noah, die werkt veel met kinderen. En die organiseert vaak dingen voor kinderen, die onderneemt dingen voor kinderen. Hij werkt met kinderen, kinderen is zijn werk. Klinkt een beetje raar wat ik nu zei, maar in ieder geval hij werkt veel met kinderen. En hij vroeg dus aan mij van, yo, we hebben een evenement hier bij de Uithof. Voor kinderen, iets leuks georganiseerd, dit en dat. Zou jij willen komen samen met Noah, mijn broertje? Ik zeg, je toch, geen probleem. In het leven, mensen, moeten we niet alleen maar nemen, maar ook geven. Ik doe vaker van dit soort dingen, weet je. En helemaal als iemand bekend, gewoon iemand die ik ken, dat aan mij vraagt, weet je. Dan doen we dat gewoon. Dus daar ben ik nu onderweg naartoe. Noah ga ik daar meeten. En ik heb een beetje een verstopte neus. Maar het is vandaag schitterend weer. Ik wil eigenlijk nog wat gaan doen vandaag, gewoon ergens. Ik weet niet, ik wil liefst willen zwemmen, maar ja, waar? Ik zou niet weten waar. Nou goed, laat de dag maar beginnen. En ik zeg, oh, wat een vredig moment. Ik heb die plaatjes. Oei, yo. Wat was dat dan? Holla, kijk wat in mijn auto is gevallen. Holla, en dit was echt niet gespeeld of zo, hè? Oh mijn god. Wat is dit, jongen? Oh, wie me. Ik wilde toch net mijn auto gaan stofzuigen, maar shit, man. Kijk hier zo. Kijk. Kijk. Helemaal onder die pluizen van die rotzooi. Hey, man. Ik wil dat weer zien in slow motion. Gewoon toevallig, ik film zo naar buiten zo, ik film de natuur. Die ding valt op mij gewoon. Hij zegt, eigenlijk voor jou, lekker hier voor jou. Maar goed, vandaag mensen ben ik al blue. Jullie zien het. Blauw. En wacht. Oh, blauw. Deze prachtige dag zijn we fully blauw. Fully Blastoise. En nu zijn we aan het wachten voor Noah man. Die is weer, zoals gewoonlijk weer te laat. Afgesproken om 11:55, het is nu 11:55. Noah, dit kan niet. Dit ga ik jou in rekening brengen, dit ga ik jou factureren. Ik ga proberen er vandaag een lange vlog van te maken. Gewoon echt proberen boven die 20 minuten te komen. Kijk of dat gaat lukken, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd of dat gaat lukken. Doe het voor mij op. Natuurlijk, dat is geen probleem hier, man. Ja, maar... Maar luister dan. Het is nu veel drukker geworden. Wat drukker? Met kinderen? Kinderen, ja. Zijn ook. Maar jouw kinderen bedoel je? Of nou, gewoon andere kinderen? Ik heb ongeveer 35 kinderen. 35, 40. Oké. Okay. En buurthuis, er zijn nog een paar buurthuizen bijgekomen. Oh, dus het was nu lekker druk. Zie deze man, hij komt gewoon aanwandelen. Alsof we alle tijd van de wereld hebben. Ondertussen, hij is gewoon een kwartiertje te laat. Kinderen die huilen, alles maar. Kinderen huilen, maar ja, voor Noah maakt niet uit. Noah haat kinderen. We noemen hem toeristen mee vandaag. Christen, Pilek, baklava warme boerda. Allah, Allah. Ja, goed, gang signs. Hey, laat lang. Sorry man, kwartiertje man. Kwartiertje. Normaal gesproken, je zit hier in een ijsbaan. Maar nu is het gewoon vol met kinderen. En Noah. Vanmorgen. Kom, laten we naar de kinderen gaan. Ik zou die kapot gaan brengen. Level Asian. Het is gewoon een rijtje. Ja, het is een rijtje. Ik ben Sarah, you're the Asian man. Justo, de grootste trend. Ik wil met haar brengen gewoon, ja. Shout-out naar Double B, mijn zusje en iedereen, je weet toch? Wie gaat de foto maken? Ik wil ook allemaal op de foto. Zoveel kinderen en ik heb ze ook allemaal toevallig les gegeven. Ze zijn ook allemaal. Als het goed bent, ben ik Noah of ben ik? Ik ben Noah, dus ik heb op jou. Ja, maar hoe noem je mij als ik hier ben? Noah. En op school? Noah. Op school? Ik heb van de beste. Ja, maar hoe noem je mij op school? Ben ik Noah voor jou of meester? Meester.
kijken. In de lens kijken. Ja. Abonneer op mijn kanaal Brein Kroeg. Kijk, nu, kijk, bij mij kunnen ze niet zien of ik in de lens kijk. Want ik heb een zonnebril op. Ja. Maar we gaan naar de volgende ronde. Eentje wil nog heel snel dansen. Yusuf en zijn gang. Heel die klikka. Kijk die klik achter, kijk die klikka. Klikka, breng jullie klik. Breng. Mag jij dan? Yusuf is nu aan het voetballen met de kids. Een tijdje, dus we gaan het zien. Ik weet niet hoeveel staat, maar let's go. Oh, 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 keepertje van de Sar, spits. Oh, oh, net niet opgenomen, man. Oh, ja, die was gewoon een panna. Net te laat op akkoord gedrukt, maar maakt niet uit, het telt. Oeh. Oké, okay, hoe voelt het om die panna gekregen te hebben? Niet goed. Je hebt die panna wel goed gekregen, hè? Ja. Wil je nog een keer die panna krijgen? Nee, ook niet. Oké, okay, dankjewel voor je interview. Zag het deze ding slopen. Youssef en zijn brigade. Toen, toeroeroeroem. Toem, toeroeroem. Nieuwe generatie. Yusuf en zijn brigade. Mag dat de foto? Nee. Oké. Okay. SO naar Sara. SO naar Sara. Welke Sara? Sara, als je kijkt, deze SO is voor jou. Welke Sara? Oh, Sara. Ja. Die Sara. Ja, die Sara. Je ziet mijn baan. Nee, meer hoef je niet te zien. Oh, Sarah. Het was leuk met de kinderen, het was gezellig. Ze hebben allemaal genoten, weet je. Fotootje, lachen, een beetje gespeeld met ze. Het is leuk, weet je, voor de kinderen. Dus iedereen blij. We zitten nu in de car wash. Noah die zit achter me met zijn auto. Even de auto cleanen, even een beetje schoonmaken van buiten en binnen. En dan gaan we zo eventjes, moet ik even snel naar huis. Hij gaat gewoon meerijden, dropt hij lekker zijn auto daar. Even naar boven snel, even mijn laptop uitgooien. Die was bezig met uploaden. Dat zal nu wel klaar zijn. Daarna waarschijnlijk even snel langs de mediahoek. Met de TV-box. Even wat eten, want we hebben nog niet gegeten. En daarna gaan we wel zien wat we gaan doen. Spot! De bak is weer clean van binnen. En van buiten ook. Woe. Noah is ook lekker bezig. Wat is dat voor staartje, Lan? Zeg je? Wat is dat voor ninja staartje? Ik heb lang haar toch, dus dan is het in de weg. Ja, wordt niet. Lekker schoon. Hey, trouwens, ik ga mijn haar trouwens wel knippen, man. Wanneer? Ik ga denken zo naar kappen, niet echt knippen, man. Ah, ik heb in Turkije met dit staartje of met dit haar gelopen, lang haar. En de zon was niet te doen, man. Ja. Want kijk, nu de auto aan het wassen. Je zweet helemaal kapot. Ik moet nu als een hipster erbij lopen, alleen omdat ik mijn auto schoon wil maken. Mensen die nu gaan kijken, zij gaan denken ik ben boeddhist. Boeddhist. Noah is boeddhist. Alleen moet hier scheren en dan die staartje laten, dan ben je boeddhist. Hoe doen die hipsters altijd? Doe gewoon zo, net zoals hoe jij kleedt. Die hipsters maken dat. Juist. Dus hipster? Ik doe precies zo, ja. En dan doe broer zo helemaal omhoog zo. Je bent fully hipster. Normaal, iemand kan zeggen normaal, hipsters doen zo. Hou ook lang. Hoeveel duizend likes moet ik maken, Lippe? Wat zeg maar nu de norm? 1500 likes zo, of 2000? Dan ga ik mijn haar knippen. Ja? Oh ja. Wat wil ik nog zeggen? Ik heb de Yusuf familie. Luister dan, Yusuf familie. Ik heb jullie lang niet gezien. Maar ik wil even iets met jullie afspreken. Yusuf gaat richting de 200.000 abonnees.
Ik wil met jullie afspreken, als hij de 200.000 abonnees haalt, dat jullie dan in de reacties mogen zetten wat wij gaan doen als hij de 200.000 reacties heeft gehaald. Dus jullie moeten in de reacties plaatsen wat de opdracht zal worden voor Youssef, en ik doe ook mee, als hij de 200k haalt, 200.000 abonnees. Dus zet het in de reacties. Check eens dit shirt. En zo naar Omerta Fashion, man. Deze man heeft me benaderd via Instagram. Is ook een van de gasten die, je weet toch, ik zei toch een tijdje terug van, als je iets hebt, een kledinglijn of iets, stuur gewoon naar mij. Ik draag het gewoon, geen probleem. Nice. Dit is een shirtje. Ik ga waarschijnlijk morgen aan doen, nog niet vandaag. Morgen. Maar dit is hem. Check hem op Instagram, Omerta Fashion. Yunus Bile of zo, Bile. Ga woedelen. Oh, kijk naar de zee, mensen, kijk naar de zee. Dit is de water. Het leven. Vind je het fijn? Kijk, dit is leven, jongens. We komen terug van vakantie. We hebben nog steeds lekker zon. Ja, het is vandaag gewoon. Het heeft wel even geduurd. We moesten eventjes wachten. We hebben 3 kwartier of zo daarin niet dicht. Ja, of zo. We hebben te lang gewacht. Scheveningen, doe wat aan je parkeerbeleid. Ja, ik weet dat mensen van de gemeente kijken. Dus regel meer parkeergelegenheid in Scheveningen. Dat zou mooi zijn. Ja. Waar gaan we? Gaan we daar of gaan we die kant lopen? We gaan even hier even wat drinken halen. Alles wat je doet, pinkie omhoog. Kijk, als ik snel ga drinken, het breven is. Maar rustig drinken, maar waarom ga je snel drinken? We zijn rustig op Scheveningen. Mooi weer. Kijk hier zo. Oh, breven niet. Er zit alcohol in, hè, mensen? Wij drinken alcohol. Wij drinken alcohol, nee. Huh? Heel nee. Dat was dit. Dit lijkt wel op je cocktailtje, zo. Die van jou helemaal. Laat eens zien. Ik zei dat tegen Noah. Lijkt op je regenboog. Een gekke mix. Gepoept heeft hij jouw beker. Unicorn. Eenhoorn heeft in jouw beker gepoept. Weet je, gepoept heeft mijn beker. Dolfijn. Dolfijn? Vooral met Turken onder ons. Yunus. Bali. 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 Yunus Bali. Betekent dolfijn als het goed is. Noah, gaan we daar naar binnen? Wil je echt naar binnen gaan? Nee, man. Geen zin. Het is alleen voor dolfijnen, man. Ga ik zeggen. Ik kan die dolfijnen daar springen. En nu ergens bij een industrieterrein. Ergens verstopt. Hier achter mij. Koeien, dat zijn koeien. Dan zijn even met Smajit is er ook. Ga ik niet naar Rutte, hè, Sami? Ja, shit, wat? Zwaar, Safi. Maar we zijn eventjes hier bij een studio van een oude bekende. Jullie zullen wel zien wie dat is. Zien jullie deze vragen? Wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe? Deze vraag krijg je meestal altijd bij het politiebureau. Wie heeft het gedaan? Wat heeft het gedaan? Wanneer heeft het gedaan? Waar heeft het gedaan? Waarom heeft het gedaan? Hoe heeft het gedaan? Schuldig. Oh, gaan we weer? Gaan we weer beginnen met de vlogs, ja, man, met de vloggentjes. Ja man, ik ga weer. Hallo allemaal, we zijn weer geheime dingen aan het doen. We zitten ergens ondergrond in een bunker. Ja man, vraag niet waar, Oele, echt fucking ver. En ja man, leuke dingen komen er binnenkort aan. Hey, ik zie al... Ga weer. Eeuwen, Mejit is hier ook. Mejit? Nee, praat niet. We zijn bezig met een nieuw kanaal. Het is nieuw, maar er staan nog wel een paar video's op. Het oude kanaal is helaas was verwijderd, hè? Ja man, en ik hoop dat dat nooit gebeurt bij jou, man, broer. Ik hoop dat elke dit pijn. Echt gewoon, ik heb gehuild, slaaploze nachten. Gewoon had het kanaal me daarop echt honderden, miljoenen views in totaal zaten erop. Gewoon alles is gewoon weg. Ja, wie heeft dat gedaan? Een paar mensen hebben ons... Geert Wilders? Nee man, jij zult ook wel merken. We hebben heel vaak filmpjes gemaakt, we hebben heel vaak mensen gekierd. Dat deden we soms uit liefde, soms uit haat, maar in ieder geval werden mensen gekierd. En uiteindelijk, sommige mensen vonden dat niet leuk. En die begonnen op een gegeven moment gewoon te flaggen. Ja. Gewoon zeggen van, wij willen dit niet op YouTube hebben. Dit mag niet, strijk mag niet, 1, mag niet, strijk 2, strijk 3, je bent eruit. And they gone. And it's gone. Ja, maar we komen met nieuwe shit. En we hebben een nieuw kanaal. Tenminste, hun hebben een nieuw kanaal. Het heet Comedy Squad. Ja man. Linkje staat in de beschrijving. Ga het allemaal checken, want binnenkort, 4 september zeg je? Ja man, 4 september gaan we live en gaan we knallen.
En Joestoep die heeft een leuke rol slash ding. Maar nog meer mensen, een heleboel bekende mensen die jullie allemaal kennen, die komen erin. Geloof me, je gaat doodlachen. Joestoep, ik hoop dat je goed verzekerd bent. Nee, maar Alice, ik ben daar klaar voor. Check het, link in de beschrijving, abonneer allemaal. Doei allemaal. Bro, het is meer Ik heb een kilo. Mijn geheugenkaart die zat gewoon vol. De laatste shot wat je zag, zat maar vanaf dat moment was het gewoon... Ik kon niks meer opnemen, tenzij ik alles overzette weer op mijn laptop. Ik heb echt mijn best gedaan om boven die 20 minuten uit te komen. Weet je, ik wilde dat wel graag en dat zou ook gewoon lukken. Alleen ja, geheugen zat vol. Wat raar is, het is een 32 gigabyte kaartje, maar hij zit nu al vol na 20 minuten. Dan klopt er iets niet. Ik wil trouwens nog een dikke shout-out geven aan iemand die deze foto heeft gemaakt. Zoals jullie zien, ben ik dat. Daarnaast Samir, daarnaast Smijn en daarnaast Algi. Maar dit is een hele mooie foto. Ik heb je ook toegevoegd als het goed is. Laat me even weten via Snap als je die promo wilt. Dan gooi ik die promo op je. Voor de rest mensen, ik voel dat ik ziek begin te worden. Ik ben de hele dag thuis gebleven. Ik ga zo weer verder met de volgende vlog. Maar dit moet eerst even af, toch, snap je wel? Dus... Snap je wel? Je moet het wel snappen toch? En oh ja, met het op strand heb ik nog steeds niet geëdit. Maar ik ben benieuwd. Als jullie gewoon ervoor kunnen, ja, bij de vorige was het niet gelukt. Tenminste niet zo snel als dat ik had verwacht, snap je? Plus ik nam nog even snel die pauze, weet je, dus daardoor was alles vertraagd. Ik ben benieuwd of jullie die blauwe duimpje, gewoon dat kleine moeite, gewoon één keer zo drukken op die blauwe duimpje omhoog. Dan weet ik van, oké, ze zijn echt bereid om te checken. Dan regel ik dat Mehmet op pad of Mehmet op strand gewoon zondag erop staat. Dat ga ik dan persoonlijk ervoor zorgen. Dus mensen, show die liefde en gooi die blauwe duimpje omhoog. Ik ga ook de vlog hier afsluiten. Dus vond je dit een leuke vlog, doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Je veux mon